Mitchell tevreden dagen na die wedstrijd de 3 keer scoren, denk ik dat je nog steeds een goed gevoel erover hebt. Ja, voor een spits is het altijd lekker om te scoren. Nu was de tegenstander niet heel sterk, maar ja, voor een spits is het altijd lekker om het net te vinden. Er zaten een paar goede goals tussen, dus dat is prima. Hoe bevalt dit trainingskamp voor jou? Ja, het trainingskamp bevalt prima. Ik denk dat het belangrijkste is om lekker fit te worden en dan zien we verder. Ja, want hoe kijk jij naar het nieuwe seizoen? Er wordt vandaag weer veel over jou gezegd en geschreven, maar ik ben benieuwd naar jouw eigen verhaal. Ja, wat ik al zeg, ik ben hier gewoon lekker bezig. Ik speel nog voor Feyenoord nu en ik zorg gewoon dat ik fit word. Is het soms vervelend dat er inderdaad heel veel over jou gezegd wordt met best flinke mening erin? Hij wil per se weg, hij wil dit, hij wil dat. En wat is nou het echte verhaal? Nou ja, als je kijkt hoeveel mensen we in Nederland hebben wonen, iedereen heeft een mening. Dus als je daar van wakker ligt, dan word je gek. En ik heb een mening en die hou ik voor mezelf. Dus geen commentaar of jij inderdaad naar een andere club wil? Nee, dat zien we wel. Ik wil voetballen en voor de rest zal dat genoeg zeggen.